Helaas zijn we onze pilotenpakken vergeten. Ja, die heb jij vroeger wel eens aangehad, toch? Ja, zeker. Was dat ook voor een flight sim item? Dat was voor een flight sim item, absoluut. Ja. Ja. En was dat waar je passie begon? Want je hebt eigenlijk heel vaak in GameKings heb jij dingen met flight simulator gedaan. Ja, ik heb mijn hele leven als kind aan vond ik vliegtuigen vond ik vet. Ik ben gewoon zo'n sukkel. Weet je, mijn opa hield vliegtuigspotter. Ja, is makkelijk. Dan kan ik gewoon serieus uren, kan ik knetterstand daar bij die in Bad Hoevedorp. Ik heb dat ook wel eens. Ik heb dat ook een paar keer gedaan inderdaad. Als het een warme zomeravond is, fantastisch. Fantastisch, weet je. Ja. Dat, nee, geen probleem. Maar mijn eerste flight simulator was op de Amiga, denk ik. Daar had je een aantal verschillende flight simulators. Waar vaak van die... Weet maar je, wel Microsoft Flight Sim. Nou, mijn eerste Microsoft Flight Sim was Flight Simulator X. En die is denk ik 10 jaar geleden uitgekomen. Was dat de eerste? Heb je niet nee, 98 was, heb je gewoon gespeeld, toch? Ja, die was daarvoor. Maar die heb ik niet uitgebreid gespeeld. De X was denk ik in 2010. En toen die uitkwam, hebben we ook wat items gedaan. Toen heb ik ook in een Cessna gevlogen voor een item, weet ik. Omdat ik had ik eerst geleerd in de Flight Simulator hoe dat werkte. En dat was echt heel erg interessant. Was dat een beetje hetzelfde? Ja, behalve dat het effect van de wind anders is. Dus je, net als in een boot, je waait gewoon weg in een vliegtuig. Ja, en hetzelfde als waarom je race game soort van zonder G-krachten niet echt een auto. Daarom, dus het is in het echt is natuurlijk wel heel anders. Maar ik moet je wel zeggen, het komt er behoorlijk dichtbij in de buurt. En gewoon de ideeën en de manier waarop je het bestuurt en waarop je het doet. Maar kan best wel, weet je. Ik bedoel, en net de gevolgen in Flight Simulator. We hebben wel van die, weet het. We hadden eigenlijk een soort van de ding moeten hebben. We hebben wel een soort van flight Roger Yellow. Dit is een review, maar we doen hem in een iets andere vorm. We hadden gewoon zoiets van, nou, dit leent zich natuurlijk heel erg voor eventjes het live te doen. Ja. Ik heb de game dan ook nog niet aangeraakt. Dus het is eigenlijk een review van Boris. Okay. Waarin hij, jij, hè, leuk als je naast me zit. Maar mijn co-piloot mij vertelt hoe ik moet vliegen. Ja. En ondertussen vertelt hoe de game is. Ja. En wat de game is. Dus laten we dat gaan doen. Laten we beginnen met de review en de let's play. Oké. Let's review play. Wat? Ja, nee. Oh, nee. Ik dacht dat je nu een soort... Nee hoor. Nee, we zijn gewoon live. Hè? Vet, we zijn gewoon live. Nee, wat ik even wou vertellen. Wat zo tof is aan deze Microsoft... Zullen we dat doen terwijl we gaan... Nee, ik wil echt even vertellen. Heel kort ga ik het houden. Deze Flight Simulator, wat het doet, het streamt live data van Bing Maps. Dat is een soort van Google Maps, maar dan van Microsoft. Ja. En dankzij die techniek zijn ze in staat om letterlijk elke plek ter wereld dus in die game te zetten. En dan denk je van ja, is leuk, want je vliegt eroverheen en je ziet een fotootje van een of andere uit de satelliet gemaakt foto. Maar ze hebben ook een soort techniek waarbij je de meeste huizen en alles, die voelen een soort van 3D aan. Die hebben ze 3D gemaakt. Die hebben hoogte. Ze hebben hoogte. Het zijn echt objecten. Het heeft een AI, Black, nog iets AI, Black Stock, iets AI. Heeft. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, maar je ziet ook hoogte in terrein, windmolens, dat soort dingen. En bergen, dat soort dingen. Dat zit er allemaal in. Dat is tof. Dus ik dacht van ja, we gaan even één vlucht doen. Ja. En ik dacht van nou, wat me leuk lijkt is om een vlucht te doen die ik namelijk echt in het echt een keer gedaan heb. Oké. Okay. En dat is namelijk een rondje rond Ayers Rock. En Ayers Rock ligt midden in het midden van Australië. En de truc is om dat met zonsopgang te doen. Ja. En nou heb ik thuis deze game al een week of twee ben ik dat aan het spelen. Maar ik heb zo'n ontzettende... Nou, ik heb eigenlijk helemaal niet een hele gare afgetrapte computer. Maar ik heb gewoon een PC van een paar jaar oud. En dat trekt dit voor geen meter. Dat was natuurlijk, dat is altijd een Flight Simulator eigen ding geweest. Het is zwaar, jongen, die game. Ja. Dus ja, wat je wil is je wil alles op het hoogste niveau hebben. Dus dit is de eerste keer dat ik dit op een echte... Op onze, wat is het, onze MSI... wat is het voor gamebak? Het is een hele sikke gamebak. Ik weet alleen even inderdaad niet meer hoe die heet. Maar, het is een MSI sikke gameback die we hebben gehad. Ja, gehad van MSI. Ik heb er ook een Assassin's Creed demo op gespeeld. Dus daarin is te zien om welke PC het gaat. Nou goed, anyways. Maar Monster, dus alles staat op Ultra. Alles staat op Ultra, ja. Dat heb ik dus nog niet gespeeld. Dus dat vind ik super tof. Dus ik zit er al serieus aan te denken om voor deze game en Cyberpunk die natuurlijk later uitkomt, om gewoon ook een soort van Ultra bak te kopen. Om, logisch ook. Want die heb je dan daarvoor ook wel nodig. En we hebben hier een controller en een... Kijk, wat we natuurlijk eigenlijk moeten hebben is gewoon een van die sikke flight sticks en die shit. Helaas, we hebben het niet. Als er Logitech of Sidecom mochten jullie kijken. Ja, lijkt me zo vet. 15 van die dingen als je willen allemaal flight games spelen. Maar goed, voor nu gaan we dus met een controller en... op een hele sikke bak, maar wel niet met de peripherals die je wilt. Inderdaad. Hoe werkt dit? We zitten nu in het main menu. Ja, ga eens terug. Want het is wel een let's play, hè? Dus je wil wel even kijken, wat is dit?
Wat is Courchevel? Nou, dit zijn gewoon. Wat is dat? Er zijn een paar challenges. Oh. Die, dit zijn de challenges die je kunt ook Courchevel. Nou, ben je vast wel een keer geweest in de Zwitserse Alpen. Oh, daar kun je dan landen. Of misschien ik dacht dat het een hele specifieke term voor vliegen. Nee, dit we doen hier de Courchevel. Nee, dit is. Het is een. Het is een in de Alpen ligt het vliegveldje. Dan kan je dat doen. Nou goed, je kunt hier. Je hebt activities en flight training. Dat moet je even doorlopen. Het is het eerste wat je doet is te gamen. Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan naar de worldmap en we gaan hier. Oh, en gaat van oerboeren hoe wij die crap. Je waarom weet, je vind weet... je Australië niet leuk? Nou, dat weet je toch. Omdat je ex... Omdat fucking mijn ex me op 1 januari gedumpt heeft en die komt uit Australië. Dus ik zet nooit mijn voet op het smerige rotcontinent. Nee, je kan niet het hele ik ga er nooit meer heen. Jawel. Dat... Nee. Nee, we gaan er nu heen. Ja, dat bedoel ik. Godverdomme. We gaan een rondje ik ga echt zo hard die fucking Oeruburu shit. Ik weet niet, hoe heet die shit in het echt ook weer? Oelara. Uluru heet het. Ja, Uluru inderdaad. Ik ga dat ding echt fucking... Ik ga mijn witte vliegtuigje in dat oranje... En nog even die Uluru. Die Ayers-Rock, die ligt dus in het midden van Australië. Het is een woestijn en dan heb je zo'n ding. Nou, dat, het is fucking donker. Het is donker, maar over 5 minuten gaat de zon op. En dat is de hele truc natuurlijk. Hoe vaak heb jij dit al gedaan? Deze, ik ben helemaal niet ready to fly trouwens, maar jij vertelt me wat ik moet doen. Gewoon. Ja, nou we gaan... ik wou eigenlijk wachten tot het licht was, maar misschien... Ik zie de zon komt op. Ja. Dat is wel vet. Oh, snel ook hoor. Ja, dat is, ik heb 5 minuten voor zonsopgang. WASD. Ja, nee, dat gaan we allemaal niet doen. Dat de parking brakes zijn. IMB, moet ik nu ook... Moet nee, die nu al je los? Moet helemaal niks. Je moet gewoon chillen. We zitten in een vliegtuig. Kijk, we gaan even om ons heen kijken. Je kan gewoon hier... kan je achter je ziet helemaal niks, want het is wel donker. Flight sim, hè? Simulator. Dit is, we moeten wel fucking serieus deze shit doen. Luister, jij... Kijk rond. Mag ik nou alleen maar rond kijken? Nee, je mag deze muis bedienen. Dus wat je met die muis doet zometeen is het gas harder en zachter zetten. Nou, als je iets naar beneden gaat, dan zie je dat. Okay, dat is de gashendel. Dat is heel pimp. En dan heb je twee, de left handle en de dinges. Dat hoef je nu niet te doen. Maar dat wat doet straks. Het? Gewoon, dat zijn de twee motoren, de twee rotors. Dat is je linkermotor en je rechter. Dus daar zie je zometeen de link. Dat is mijn stick. Want ik mag ook rondkijken. Nee, dat kan niet. Ik kan niet en ik rondkijken en jij rondkijken. Kijk heel eventjes. Naar de sterren. Nee, maar kijk even de reflectie van het scherm in je ruit. Ja, dat is vet. Hoe ontzettend sick is dit? Ja. Ongelooflijk fucking vet. Okay, nou, we zien de zon opgaan. Eigenlijk, ik denk dat we heel eventjes terug moeten gaan en iets later zetten. Want we zitten nu real-time te wachten tot de zon opkomt. Oh, is het echt real-time? Want ik had eigenlijk, ik wilde niet naar fucking de smerige oranje Australië. Ik wilde eigenlijk bijvoorbeeld Noorse fjorden doorgaan en dan misschien vliegen naar de Faroe-eilanden. Maar dat is dus, dat duurt er daarna werkelijk ja, gewoon dat een uur. Ja, natuurlijk duurt dat een uur. Het is echt één op één. Ja, sterker nog, wat je kunt doen, en dat is helemaal tof, is dat je kunt zeggen van ik wil ook het weer en het licht van waar je op dat ogenblik bent, dat de real-time ook komt. Ja. En het... traffic. De traffic. Dus de andere vliegtuigen die er zijn, dat kan allemaal gewoon. Ja. Dus dat, dat is bizar. Nou goed, druk heel even op escape, dan gaan we ietsje later controls, zetten. Controls, misschien kan je wel ergens, kan je dat niet nu aanpassen in flight, dat je zegt van oké, fuck deze, nee, laat me gewoon even 5 minuten verder. Even kijken. Oh. Sorry. Even kijken. Escape. Ik kan vast... End main menu. Wacht, dat zijn ook die controls, zijn natuurlijk ook... Doe nog eens terug. Totaal... random. Weet je, dat is altijd natuurlijk een ding geweest met Flight Simulator. Waarom? End. Letterlijk, dat is gewoon 1998 shit. Dat je op end drukt en dat je daadwerkelijk ook naar het eind van je fucking PlayStation gaat. Het is echt bedoeld voor die flight sticks. Weet je, dit is gewoon niet bedoeld voor deze muistoetsenbord zetten die wij hier hebben. Dus op zich, die knoppen maken allemaal niet zo heel veel uit. Oh, kut, het is weg. Ja, dat bedoel ik. Ik moet het opnieuw instellen. Ja. Nou, dat maakt niet uit, want ik heb het wel hier. Even kijken. Dus we gaan... Heb je niet als gefavorite? Oh, Uluru staat er al. Ja, staat er nog. Dat bedoel ik. Uruburu. Dit is niet de airport of wel? Nee. Vast wel, toch? Nee, of anders zijn we in mid-flight. Point of interest. Ik heb dus een keer, dat was nu je dat toch zegt. Jij hebt dus Uluru, heb jij met zonsopgang gedaan. Ja. Daar ben je gevlogen. In een Cessnaatje ook. Ja, het is echt zo'n klein kutding. Het is 100 jaar geleden al. Ik ben eens een keer met Turkish Airlines vanaf Istanbul naar Nepal gevlogen. Ja. En toen kwam ook de zon op. Ja. En toen mochten we nog niet landen. Dus toen hebben we echt gewoon, nou ja, een half uur gecirkeld boven Kathmandu. Voor Kathmandu. Ja. En wat zie je daar natuurlijk? Terwijl de zon opkomt, fucking... Mount Everest. Oh, wat dus dat was echt een fucking bizarre ervaring. En natuurlijk ook al die andere bergen. Maar gewoon de hele tijd kwam een soort van Mount Everest om de paar minuten voorbij als je die cirkel maakte. Ja.
En dat was heel vet. Dat was wel een magisch momentje. Ja, dat is super cool. En dat is het ding met vliegen, weet je. Ik bedoel, je bent altijd een beetje... Ja, ik ben natuurlijk doodsbang in een vliegtuig, normaal gesproken. Maar ik vind het ook intrigerend. Ja, maar het is het ook. Ja. Ik bedoel, je vliegt gewoon heel snel over de aarde. Ja. En ik bedoel, die game zit vol met hele corny quotes. Maar het begint bijvoorbeeld ook vaak hoor je van... Ja, als je een mile of road hebt, dan neemt het je een mile ver weg. Maar als je een mile of runway, it will take you all over the world. Ja, dat soort shit. Dus dat is best wel vet. Maar goed, we gaan nu beginnen. Ik hoor helaas weinig game audio over mijn... Ja, dan mag die wat harder vanaf de redactie. Wel wat harder. Schuifje mag omhoog. Ja, inderdaad. We gaan opstijgen. We gaan eventjes niet helemaal doorlopen hoe het allemaal precies werkt. Het is godverdomme nog steeds donker. Ik snap het niet. Hoeveel minuten heb je gedaan dan? Ja, ik dacht dat ik om 45... Kan je daarop klikken? Ga eens terug. Wacht even. Doe eens escape. Escape. Waar denk restart? Ik? Doe dat nee. Nog eens dan. Ja, dit is een GameKings. Het is natuurlijk wel een GameKings Let's Play. Hè? Dus ja, het is niet strak. Dat weet je. Dat hoort erbij eigenlijk. We doen hier shitty Let's Plays. Op de leuke manier. Even kijken, ja. Net zag ik, je klikte het weg, man. Die ja, ik klikte het gewoon weg. Godverdomme. Dus het moet gewoon... Maar ik kan wel restart doen namelijk. Ik doe even restart. Nee, dat home. Nee. Ik heb het gedaan. Jawel, hier, restart. Continue. Je moet die tijd kunnen doen terwijl je erin zit. Ja, dat zei ik al. Tuurlijk moet dat kunnen. Maar assistance dan? Druk een van de dingen aan. In plaats van dat je gewoon een soort van blijft kijken naar... Als je aan het stil bent, dan kan ik het even snel lezen. Stil. We zitten hier een item te doen, ja, Boris. Je kan niet stil zijn. Het is hetzelfde tegen Twan van Peperstraat te zeggen dat hij het nieuws niet mag oplezen. Oké, nou goed. Okay, bij dan. Assistance. Check assistance. Nee, het is second. Want dat is hoe je het ding bestuurt. Ah, oké. Okay. Oké, nou fuck it. Gaan we er nog een keertje uit. Gaan we nog één keer doen. Nee, probeer dan restart. Hier, even kijk, je hebt ergens hier home, restart. Wat doe je nou? Ik ben het aan het doen. Hier, continue. Druk even op continue. Kijk, flight will restart. Weer dat laadscherm. Zijn de laadschermen lang of valt het mee? Nu valt het heel erg mee. Nu valt het mee, maar we gaan nu letterlijk op hetzelfde moment weer in het donker daar staan. Ja, behalve dus dat nu wel. Nu ga ik het minuutje wegklikken, zodat jij er iets met de tijd kan doen. Ah ja, dat is vet inderdaad. Dat zou tof zijn. Ja, kijk, hier zijn we. Maar je kan het natuurlijk niet aanpassen. Nee, dat is gewoon een normaal dingetje. Nee, we gaan dit inderdaad, we gaan weer... Ja, het is jammer. Kijk eens naar achter. Hoe licht is het nu? Oh, nou. Gaan we het doen? Gaan we het gewoon doen? We gaan het gewoon doen. Ik heb hier wel. Ik zie het al een beetje. Ik zie de runway al een beetje verlicht worden. Oké, nou mooi. Weet je wat? Ik zet de parking brakes uit. Ja. Jij. Ik frottel hem aan al. Frottel hem aan. Allebei die twee dingen naar voren. Hartstikke. Dan gaan we omhoog. We gaan omhoog kijken. Daar beginnen we als het goed is te. Ja, we rollen. We rollen, jongens. Mag ik de flaps alsjeblieft soort van doen straks? Ik weet niet hoe. Ja hoor, je mag de flaps doen. Hoe, ja, dan moet je knopje met zien. Dan moeten we even wachten tot het... Tot iets aangeeft welk knopje ik moet indrukken. Inderdaad, ja. Ja. Dus dat we beginnen nu vaart te maken. Waar zien we hoe hard we gaan? Dat zie je niet echt. Dat moet je gewoon aanvoelen. Je ziet het wel, maar je ziet het vanaf hier. Die checklist kun je even dichtklikken linksboven. Ja. En de objectives kun je ook wegklikken. Ja hoor. Kijk. Dat is natuurlijk niet echt. Maar hier moet ergens staan hoe hard we gaan. Nou, het is ook... Lift-off. Ja, maar dit is, ja, dit is natuurlijk een paar van... Dit is de eerste keer dat we op deze PC... of de tweede keer, denk ik, ooit dit doen. Ja. Nu kan ik dus rondkijken. Jij blijft vliegen. En ik kan een beetje ik heb nu kijken. De het is echt stervens donker, Boris. Ja, maar wacht even, jongens. Jezus, joh. De zon gaat opkomen. Oh, wat is het? Ja, dit had ik dus bij Mount Everest inderdaad. En jij had het bij die fucking Orange Rock. Ja, nee, het is echt fucking fantastisch. Kijk, daar komt Kals komt binnen, die komt ook kijken waar we aan het vliegen zijn. Ja, die is getuige van een van de mooiste vluchten op aarde. Je ziet niks inderdaad, nee, dat zegt je. Nee, wel, jawel. We gaan de zon. Maar ik wil dus weten, Boris, waar zien we hoe hard we gaan? Dat is echt toch belangrijk. Ja, dat zie je daar, maar wij zitten zo ver je van ver dat je het net niet ziet. Dus dat is een beetje een dingetje. Je moet nog initial climb. Ja, naar 500 meter. Dat bedoel ik, we zitten nu op... Het staat hier, het is... Oh, we zitten op 2000 al. En weet je waar Uruburu is? Ja, Uruburu moet daar ergens liggen, hoop ik. Het zou ergens wel duidelijk omhoog moeten steken. Maar... Je gaat hem zien zo meteen, die Uruburu. Het is wel vet, we gaan eruit, we gaan in de donker. De mooiste plein game. Ja, ja, wij zitten real life donker te vliegen. Oh my god, ja. Nee, dit werkt helemaal. Is straks de entertainment. Ja, nee, we vliegen een klein stukje terug, maar dat maakt niet uit. Ja, we vliegen natuurlijk de verkeerde kant op, volaan. Ik vind het komt wel mooi zo over die kap van die propeller. Ja, we vliegen even naar de zonsopgang.
We vliegen de zon tegemoet, dat is naar het oosten. En ja, als we nou weten waar Uruburu zou liggen, dan kijk, zouden we daar kun je de motor op 50% zetten? Ja. Zeker. Waarom? Nou, zou 57. Dus moeten we allebei gelijk. Ja, ja dat ga ik doen. 57. Ja, zo is goed. 56. Ja. Eentje, dan gaat hij een klein beetje schrijven. Waarom? Omdat dan gaan we gewoon langzamer. Ja, dan gaan we iets langzamer en anders dan... ja, hoe zal ik het zeggen? Dat heb je niet. Wat is die 3 NM? Nautical miles. 4 nautical miles zijn we van het vliegveld verwijderd. Oh, van het vliegveld. Ja, oké, okay, ja. Dat is het vliegveld. En niet dus Uruburu. Kijk, even kijken, wat is hier aan de hand allemaal? Nou, dat is je flight path. Dat is je flight path. Die je al hebt gedaan of de flight path naar Uruburu? Dit is, hey, als dit is je climb. Dit is je flight path als ja, je zou willen je. Landen. Ja, nee, waren mij gerecht. Ik was te... Miep, miep. Oh. Je bent al te hoog, denk ik, man. Nee. Het vliegtuig gaat, we gaan niet te hoog, langzaam. Ik heb iets meer gas gegeven. Ik heb het al gedaan. Oh, dat, hoezo? Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat kan ik ook doen. Nou, ik zit hier echt voor spek en bonen. Voor koffie en coke in het vliegtuig. Nou, waar is Uruburu, jongens? Ja, ik denk, ik heb het gevoel dat het meer naar rechts is. Dat het een beetje zo... Press X. Dan gaan we kijken. Airs nou, Rock. Nee, dat is het... Nou, bedoel ik. Dat is toch niet Airs Rock, Cunnilin. Zijn we er al boven? We vliegen er gewoon boven, zonder dat we het weten. Want het is stikdonker. Pattern entry. Hij kijkt even. Kijk, het is net de Exorcist. Hij kan gewoon een heel rondje draaien met zijn hoofd. Kijk, ik zie ook... Je hebt er gewoon, we kunnen ook naar Alice Springs. Alice Springs is het stadje bij ja. Ayers Rock, inderdaad. Precies, en dan landen we daar en dan schoppen we wat... Daar! Ik zie hem! Ik denk niet dat dat hem is. No. Ik denk, het is dichterbij Ayers Rock. Je ziet hem al de hele tijd liggen van Ayers Rock. Ja, behalve dat jij dus de hele tijd nu de verkeerde kant op kijkt. Want ik zag net inderdaad al de nautical miles staan. Ja, maar dat is naar de... Hoe heet het toen? Naar de... naar het vliegveld, wat ik zei. Ik had eigenlijk naar de point of interest moeten toevliegen. Ja, nou, dat kunnen we nu toch doen. Ja. Maar waarom piept hij zo irritant? Ja, hij wil dat ik de landing pattern ga inzetten. En ik maak nu een... Maar dat is het. Het is dus hier. Dit staat, er staat Ayers Rock. Ja, maar zo heet het vliegveld. Dus dat is het niet. Nou, dan is het daar, toch? Want dan is het pattern entry. Nou, dat is pattern entry om te landen. En het is grappig, want dat... Op Ayers Rock. Vliegveld. Hier op het vliegveld, ja. Ja, oké. Maar... Ja, op het vliegveld inderdaad. Oké. Okay. Dus dat... maar misschien moet dat het nog... Dat je uit, toch? Dat soort bullshit. Je wilt nog een keer proberen met het licht, hè? Met het licht aan. Ik vind het gewoon jammer dat we dit niet... Dus we gaan nog een keertje... Ik dacht, we zien de zonsopgang, maar het is natuurlijk... Voor een item zetten we hem gewoon... Dus prachtig. Ja, nou, maar ja, de ding is, maar ik wil wel dat de zon een beetje op aan het op... Maar dan moet je dus nu schatten wanneer daar de zon opkomt. Nou, dat had ik namelijk uitgezocht voor dit item. Dus dat is... Dat heb je mooi onderzocht dan. Kijk, dus we gaan nu nog een keer... Uruburu. Uruburu, hier is de... Oh, dit is het vliegveld. Kijk. Ik vind wel dat ik als co-piloot heel weinig hoef te doen. Select departure. Oh, select departure is deze. Uruburu. Set as arrival. Daar gaan we eerst naartoe. Ja, je hoeft weinig te doen, hè. Dat is een dingetje, inderdaad. Ja, nou, maar ik dacht conditions. Dat vroeger was dat super moeilijk. Echt duizend dingen moest je doen. Ik heb niet eens een flap in naar binnen of naar buiten... of wat je dan ook doet met een flap moeten doen. Je mag de flaps wel doen, maar die zag je niet, omdat het... fly. Zo, we gaan nog een keertje naar Uruburu. Maar, heb je nu wel de tijd aangepast? Ja, ik heb de tijd aangepakt. Oké. Okay. Ja, daarom. Gelukkig. Dus we kunnen nu Ayers Rock zien bij zonsopgang. Nee, waarschijnlijk is het al hartstikke licht nu. Kijk, dat is het ding. Ik heb deze vlucht echt zo gedaan. Ja. En wat er tof aan was, is dat je vertrekt echt als het donker is. Ja. En dan, maar goed, die hele procedure, dit item duurt natuurlijk niet 3 kwartier. Wat natuurlijk zo'n vertrekprocedure, voordat je helemaal in het vliegtuig zit. En voordat dat alle checks gedaan zijn en je eindelijk opstijgt en getaxied. Nou, maar dat mis ik een beetje nu met dit. Heb je dat uitgezet? Zijn dat dingen die normaal wel kunnen of moeten? De taxi moeilijkheid... Nee, je start meestal wel op de runway, maar als je landt... procedures en shit. Waarom hoeven we niet soort van dat ik allemaal knopjes kijken, pliep, 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 of dingen werken, dat soort shit? Omdat het gewoon niet zo werkt. Dat hoeft vroeger niet. Wel? Nah, dat hoeft niet. Kijk eens jongens, zonsopgang. Hier zijn we. Nou, goed, we gaan nog even, een keertje... Oh, jezus, laat me even rondkijken waar die dan is. Hè. Gewoon, kijk, dat hele Uruburu is er niet. Jawel. Het is gewoon achter ons. Kijk, die andere, dit ding... Dat is waar Ayers Rock is. Het is precies achter dat ding. Nou, precies achter hartstikke top. Ja. Nou, dus kijk, we gaan daar beneden. De flaps zitten hier. Dit zijn de flaps natuurlijk. Nee, dat is de parking brake. Oh, parking brake, die gaat alvast los. Ja, heel, dit mag. Voelt echt goed. Ja. Nee, de flaps zitten iets hoger. Hey, dit moeten we in fucking VR doen, man. Cabin heat, laten we dat niet. Ietsje naar links. Naar boven. Links. Dat zijn de flaps. Ja. Flaps. En die zijn nu up. Die zijn up. Moeten die down? Nee, die moeten nog up. Ja, maar moeten start down. Het zijn er twee. Daar en het knopje links daarvan.
Okay, het is of donker. Niet? Nee, nee. Oké, okay, alle dit, flaps, dit, de beide flaps en knopje. Oké. Okay. Wat doen de flaps? De flaps zorgen dat de airflow, dat je wat meer lift hebt. Ja, meer. Dus er moet, ja, oké, okay. 1. Ja, ik hoor. Nou, dan gaan we de parking brakes. Had je die al? Die had nee, je al die moet jij even releasen. Zijn gereleased. Ja, die zijn gereleased. Maar dit wil je VR spelen natuurlijk, Jesus. Ja, dit wil je heel graag in VR spelen. Moet wel sturen. Ja, kijk. Kan ik ook sturen? Nee, nee, nee. Ja, je kan met een numpad. Kan je in feite. Maar we gaan nog niet hard genoeg om op te stuigen. Neem ik wel een beetje naar links. Kijk. Oh, dat doe je met de rudder. Dat kan volgens mij. Ja, die heb ik hier. Oké. Okay. Niet te veel slinger, hè? Ja, oh, hij heeft een beetje te veel aan de Australian whisky gezeten. Maar oh, echt. Bundaberg. Bundaberg. Oh, Gingabiri. Ja, kijk eens. Waar gaan we, jongens? Ja, zijn we al los? We zijn los. Mag ik de flaps al doen? Nou, oh shit, check dat licht dan ook. Ik kijk even rond hoor. Ja, kijk hier, daar gaat hij. Oké, nou doe die flaps. Dit zijn de flaps, hè? Nee, dat is de landing gear. Oh, de landing gear ga ik ook even... Nee, die heb ik al gehad. Ja, maar mag ik dat dan alsjeblieft doen? Ja, oké. Fucking die dingen. Ja. Je hebt alles al gedaan. Ja, maar we gingen niet hard genoeg. Flaps, okay, ja, zijn down. De flaps zijn down, oké. Okay. Nou, ik weet niet of ze nu down zijn hoor. Jawel. Ze zijn nog steeds up. Nee. Down. Kijk, nu zijn ze kijk, je kunt ze zelfs ook zien, zie je dat? De flaps zijn nu niet goed. Dus, jawel. Flaps to retract after takeoff. Press F5. F5. Goed okay, zo, nou, zie je? Daar ging hij. Zie je, nu gaan de flaps goed. Zie je dat? Dat zijn de flaps. Oké, okay. Psyched. Dat ziet er vet. Dat zag er vet uit. Ik ben blij dat ik dat heb toegevoegd. Oké, okay, nou goed. Ik vlieg jij maar even naar Oeruburu. We gaan naar Oeruburu nu. 11 nautical miles. We gaan hem al heel weinig, hè? Dat is echt heel weinig. Moet me laten vertellen. Dat is 11 mile, hoeveel is dat? Keer 2.6? Nautical miles, hè? Ik weet niet of een nautical 1.6, denk ik. Of is een nautical mile 2.6? Want een normale mile is 1.6. Ja, ik heb geen idee. Weet je, ik vind het echt zo'n stervenslelijk land. Nee, man. Het is, kijk, daar is die jongens. Daar is Ayers Rock. Bukkeltje. In het midden. Ik heb er bovenop gestaan. Echt? Ja, ik heb hem ook voelde je een soort van de aarde voelde je tegen je spreken. Dude, er was een fucking kangaroo stond er bovenop. Hoe kom je daar nou? Ik heb lopen kotsen. Die beklimming was zo fucking zwaar. En, is niet en hoog, ik kom daar boven. Jawel, het is best wel hoog. 200 meter of zo. Nee, nee, nee. Ja, weet ik veel. Maar het is kan je erop landen, denk kun je? De, kun je hem iets... Ietsje zachter, hè? Ietsje zachter. Ja, zeker weten. Doe ik maar 60. Op, 60%, 63% ja, voelt goed. Dankjewel. 62. Kijk, daar gaan we, jongens. Daar is Ayers Rock. We gaan er langs. En hoe weet je nu hoe hoog je mag en hoe hoog je moet en... Ja, je doet gewoon wat je wil. Het is flight simulator. Ja, maar dat zo werkt het dus in mijn hoofd niet. Dat bedoel je? Nou ja, het kan wel. Ja, je kan dus ook maar je kunt echt met de tower praten en toestemming vragen. Ja, die shit. Maar het ding is, kijk, jij als piloot van een vliegtuig bent de baas. Voor de vrijheid. Je bent de baas. Je bent vrij. Je kunt overal... Gewoon vrijheid voor jou. Ja, man. Ja. Je kunt overal... Je kunt gewoon... Serieus, je kunt hem hier crashen in de woestijn. Dus niemand houdt je tegen. Dus je kunt wel, er zijn wel bepaalde dingen, weet je. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde flight patterns als je bijvoorbeeld een vliegveld nadert. Ja. Dat je zodat niet iedereen maar als een gek wordt. Ja, precies. Ja, weet je nog dat spelletje wat je had op de iPhone in het begin? Dat je allemaal een soort van landing pads moest van nee. Vliegtuig naar. Mag ik heel even vliegen alsjeblieft? Jezus. Wil je even vliegen? Ja, natuurlijk ja, wil ik even fucking vliegen. Ik hoef namelijk ook, je hoeft niks. De R1 en R2 en L2 zijn de rudder. Je moet hem ietsje lager doen, anders gaan we steeds hoger. Maar je wil een beetje laag over de Ayers Rock vliegen. Ja. Oh, je moet hem, okay, je moet hem wel een beetje controleren. Ja. Ja. Oh, dit voelt wel echt. Dit gaat goed. Dit voelt goed. Ja, het voelt goed heel ook. Steady ben ik. Ik ben een steady vlieger. Je bent een steady vlieger. Ja, je hebt een steady hand. Een hele steady hand. Je bent wel nu nog steeds een beetje aan het klimmen. Dus je mag iets... Gezondheid. Dat is een vette game. En dan krijg je dat. Ja, precies. Airspeed. Ja, we gaan een beetje te hard. Maar te hard. Ja, maar goed, anders duurt het ook 100 jaar. Daarom klimmen we ook steeds. 50 of zo. Nee, 52. Ik zet de ene motor ietsje zachter. Ja. En daarom klim je. Als je harder gaat, dan klim je dus automatisch wat meer. Ja. Want ik probeer hem nu op de horizon te houden. Ja, maar nee. Dan gaan we om, inderdaad, automatisch een beetje omhoog of naar beneden. Het is ook niet dat hij dan even blijft fucking hangen op de fucking dinges. Dat kan wel, dat doe je met de trim. Dan hou je I ingedrukt en dan ga je met de directional pad naar boven en naar beneden om hem ergens te houden. Dan geef je tikjes steeds. Nee, juist. Met de directional pad en niet oh, met dat is de... deze. Dat kan toch helemaal terwijl niet? Terwijl je I ingedrukt houdt. Ja, dat doe ik. Wat is de directional pad? Links of rechts? Dit is de directional pad. Hij loopt vast. Luister, hij loopt vast, Boris. Oh, nee. Dit is de directional pad. Ah. Jij zit aan de stick te trekken. Dus dan doe je naar boven en dan gaat hij naar beneden. Blijft hij nou af? Ja, ik probeer het. Maar ik doe... Oké. Dit werkt heel goed. Ja, dus dat moet je voorzichtig doen. Kijk, dat is een ding in een vliegtuig. Je gaat niet als een gek aan de ding zitten trekken. Dus alles gaat heel langzaam. Dus je moet nu een paar tikjes naar beneden. Ja, dat doe ik.
Zo is je goed. Zie je? En dat kan je zo heel langzaam omhoog. Ja, dus in feite zou je het hele vliegtuig kunnen besturen zo, met die trim. En dat... En waarom doen we dat niet? Waarom... Ja, omdat het gewoon... Trim is dat we gewoon rock and roll zijn. Man. Ja, precies. Gewoon een soort van fighter pilot zijn. Kunnen we een loopingje of een kurkentrekkertje maken? Ik denk niet dat dit vliegtuig gaat loopen, maar we kunnen het proberen. Maar volgens laten we eerst nog even Iris Rock. En dan mag jij, als een soort van de echte piloot, mag jij zo meteen eventjes... Ik weet 100% zeker dat het niet kan. Want het kan in het echt namelijk ook niet. En dat heeft een Cessna? Ja, dat kan niet. Het heeft te maken met de vorm van de vleugels. Dus de Boeing kan het wel namelijk. Nee. Jawel. Nee. De eerste keer dat een Boeing 737 werd gevlogen, de testpiloot had zoiets van fuck it. En die gooit gewoon die kurkentrekker erin. Oh, de kurkentrekker. Oké, dat zou hem kunnen. Nee, maar looping kan niet. Nee, dat denk ik. Nee, een kurkentrekkertje. Ja. Kijk, nu zien we toch hoe hoog het is. Net even moeilijk. Het zit denk ik op 3000. Nou, maar het maakt niet uit. Je vliegt gewoon op af. Dan zie je, gaan we een mooi rondje rond Ayers Rock. En dan mag je ook landen als je wil. Waar? Gewoon op het vliegveld weer. Ik wil hem straks even hier zien. Kijk, hier dat zonnetje. We gaan gewoon de goede kant op. Lelijk oranje ding. Vind je, was het mooi hier? Vond jij dat mooi? Ja, oranje gelul? Ja, heel vet. Ik had heel graag boven de fjorden gevlogen, maar Boris had een ander plan. Fuck de fjorden, man. Kijk, ik vind het wel, die lighting effects zijn heel tof. Het is een fucking woestijn, er is niks. En dan staat er opeens een gigantische fucking tiet van een berg middenin. Ja. En ook echt een soort van 20.000 jaar oude rotstekeningen van de Aboriginals. Ja, dat is cool. Is wel vet. Kijk, daar is die Ayers Rock, jongens. En wat ik al zei, ik heb dit dus in het echt gedaan. En dat is hetzelfde ervaring min of meer, weet je. Ja, behalve dat het doodeng is, omdat je in een vliegtuig zit. Ja, ik heb dat niet zo. Ik moet wel zeggen, ik vind dit wel. Ja, ik heb ook een keer. Je wordt hier rustig van, toch? Je wordt knetterstand. Ben je nu hier? Ja. Dat ben ik dus afgelopen weken aan het doen. Ik mis dus wel die muziek die in het menu zit. En dit is echt iets waar je. Kan je eigen muziek in deze game stoppen? Ja, en dan gewoon, je kan natuurlijk altijd gewoon Spotify opzetten. Ja. Maar. Nou, ik zou zeggen, maak een mooi rondje om de. Ja, ik ben wat ik zei met je rudders. Dat kan ook. Ja, ik ben meer zo'n ik kantel liever. En kijk ook, dus als het goed is zit er ook verkeer op de weg. Hè? Ja, het is nu nog vroeg natuurlijk. Maar die Aboriginals slapen nog, man. Ja, die zijn nog niet wakker inderdaad. Die zijn eigenlijk alweer naar bed. Kijk, die kangaroes die echt uit het dak gaan op dat ding. Simba staat er. Nee, dit is heel vet. Ik vind dat ik dit heel charmant doe. Ja. Rondom die hoe vaak heb je deze nou al gedaan? Deze... Ik kan je echt een keer weten dan de Mount Everest aanraden, hoor. En dan met zonsopgang ook. Zonsopgang doet wel iets, hè? Ja, nee, dat is echt fantastisch. En dat komt omdat je vaak ook kankermoe bent als je in een vliegtuig zit. Ja. En als dan de zon opkomt, dan... Dan weet je weer dat je aan de gang moet. Ja, maar je ervaart dingen anders omdat je zo moe bent, weet je. Ik heb ook altijd dat ik in een vliegtuig zit, ik een of andere soort van ontzettend gare romantische film te kijken. Ja. Ik heb een mooie film. Ik zou thuis nooit niet die shit kijken, maar gewoon in een vliegtuig trek je dat, omdat je gewoon een soort van hele andere... Ja. Nou, dit is een prachtig rondje rondom Ayers Rock. Dit is vrijheid, hè? Dit is vrijheid. Ja, dit is vrijheid. Ja. Dat is wel waar. Ik vind het jammer dat er niemand bij is hier in het vliegtuig. Dat het niet vol zit met schreeuwende kinderen. Ja, die bijvoorbeeld. Cola aan het knoeien zijn over die nieuwe... Of mijn nieuwe witleren stoelen van deze... Witleren diamond 2 miljoen kostende vliegtuig, ja. Ja, ik ga even klimmen, hoor. Want ik ben nu wel heel laag natuurlijk. Ja, ik zou zeggen, vlieg terug naar het vliegveld en probeer te landen. Probeer het, zegt hij. Ja. Dat vind ik wel vervelend. Hè? Nu zie je niks. Je hebt een soort van, daar zie je een klein beetje de... soort van, je moet ergens een soort van je aan vast kunnen knopen. Ja, maar dat komt omdat je nu trimt hij dus weer naar beneden. Nu tieft hij naar beneden. Ja. Oh, dat bedoel ik. Dus nu moet ik die trim, moet ik I en... Als je de trim te ver hebt gezet, gaat hij naar beneden, ja. En wat is turn avionics off? Is dat je scherm? Ga ik nu de goede kant op, überhaupt? Ik denk het wel, maar... Nee, je moet de andere kant op. Nee. Dat ik zeg nog... Maar misschien is dat gewoon het wat je daar... Ja, precies. Maar ik weet natuurlijk niet wat mijn aanvliegroute is. Hoe weet ik dat? Ja. Hoe kan ik dat nu zien? Weet ik veel. Er staat ook nog steeds op je continue to climb to the designated cruise altitude. Ja, dat wil ik maar. Fuck it. Man, fuck it. Als je iets hoger vliegt, kun je wel beter zien waar je bent. Dus dat, ik denk inderdaad dat je gelijk hebt. Is het Alice Springs? Dat is Alice Springs, denk ik. Gaan we daar even naar de kroeg? Daar is wel het vliegveld. Dus ik zou daar zeker eventjes naar de kroeg gaan. Is het vliegveld gewoon naast Alice Springs? Ja, wat doet hij nu dan? Hij fuckt me.
Nee, je maakt een te heftige beweging. Ja, dat bepaal ik zelf wel, toch? We waren toch free? Ja. Nee, je gaat nu echt kangaroos ga je zien lopen als je nu zo laf. Heb je dat ook, kangaroos? Ja, maar ik ben nu dus niet, ja, ik ben wel dus laag. Maar als ik dus ga klimmen... Je hebt wel windmolens en zo. Dan... En auto's, zei jij? Ja, auto's, heb je schepen, dat soort dingen. Hier niet dan. Maar dat is het ding. Hij zegt dat ik nog steeds moet klimmen naar de altitude. Maar als ik dan ga klimmen, dan doet hij moeilijk. Nee, omdat je te hard klimt. Ja. Het is fucking... Als je James Bond wil, dan wil je James Bond, toch? Ik heb wel het idee dat ik de goede kant op ga. We hebben een mooi rondje Airsrock gevlogen. Ja, ik vond het inderdaad. Het was beter dan dat ik had bedacht. Ja. Kan je niet op M drukken en dan een nieuwe... Kijk eens, kan het? Wat, map? Ja, ik dacht... Ja, wat je wil is even een nieuwe target zetten. Maar dat kan wel. Kijk, zie ik het. Ik was er gewoon met mijn muis dat ik daar... Hier, kijk maar, dit soort shit, weet je. Ik wil gewoon... Je wil hier aan draaien. Ik wil gewoon een knopjes draaien. Ja, dat mag. Doe maar. Hier, de muziek aan. Oh, dat is heel hard ineens en ook waarschijnlijk. Press B, ja. Oh, Jezus Christus. Wat is er B? Going down. This is your captain speaking. Captain Yella is fucked up. Ultimate B. Zoek dat vliegveld eens even van. Dat is al, ik zie hem toch? Oh ja, daar zie je inderdaad voor. Ja. Maar ik weet alleen natuurlijk niet wat dan de aanvloegroute is. En ik ben te laag, denk ik. Nou, dan vliegen we een rondje eroverheen, kijken we waar het is. En dan kun je landen. Vliegen we eroverheen en dan kijk je op je map of zo. Daar. Nee, je kan toch uit het raam kijken waar de baan is. En dan vlieg je weer een stukje door en dan zorg je dat je op de baan terug. Duurt lang, ik zie al de baan. Ik zie de baan, denk ik, hier al verschijnen, daar bij de baas, of niet? Dus ik denk dat ik er nu... Je denkt dat de baan zo is. Ik denk dat de baan die kant op gaat nu. Ja, ik denk het ook. Omdat je namelijk je steeg op weg van de dinges. Ja, precies. Ja. Dus ik moet zometeen gewoon even naar links. En dan moeten de flaps weer uit, toch? Ja, de flaps moeten uit. De wielen moeten uit. Hoe doet de wielen? De wiel is je L3. Moet je nu nog niet doen. Nee. Ja, ik denk ook dat de baan... Ik denk dat je gelijk hebt. Nu begint het wel te wabbelen, hoor. De truc is eigenlijk om niet al te hard te vliegen. Nee, dat is gewoon het hele ding. Ik ga zo meteen, inderdaad, als ik zo meteen de angle heb ingezet, zet ik de speed op 20 of zo. Is dat? Nou, meer als je het soort, je moet langzaam. Incorrect altimeter. Ja, precies. Maar ja, je hebt zitten klooien met die knopjes, hè? De altimeter. Ja, maar de altimeter is gewoon hoogte. Oh, er gebeurt iets. Hij staat uit! Jezus, hè, jongens. Zo. B is inderdaad gewoon... Je hebt op X gedrukt, dat is remmen. B. Oh, B. Ja, dat is wel makkelijk. Kijk hem gaan, die Jelle. Oh, ik ga wel naar beneden, hoor. Oké, okay, ik ben nog een beetje... Beneden. Maar ik zie dus nu geen stront. Maar jawel, je moet een beetje vertrouwen hebben. In de auto zie je ook niet alles. Ja, echt wel? Dat is juist het mooie. Daarom, nu zie je de paniek die ik in mijn hoofd... Ik kan de baan niet zien, Boris. Jawel, de baan is vol. Je moet een beetje naar rechts. Je moet echt rustig doen. Ja, I know. Maar jezus, hoe kan je rustig doen? Ik heb mijn fucking eigen leven in mijn handen op dit moment. En ik zag naar beneden, Boris. Geef eens wat meer gas. Ja, ik heb meer gas nodig. Godverdomme. En nu begin ik echt clearly in de paniek te gaan. Ik heb helemaal uitgast. Kijk, ik kan het niet zien. Hier ga je gaan staan. Oh ja. Oké, dat was het. Kijk. Thanks, piloot. Ja, waarom doet hij nu dit, hè? Zo erg. Zal ik de flaps doen? Ik weet niet hoe de flaps moeten, hoor. Doe dat landing gear ook uit. Heb ik al gedaan. Doe de flaps. Oké, flaps. We zitten veel te laag voor de approach, maar maakt niet uit. Heb je de flaps gedaan? Ja, de flaps staan naar beneden. Incorrect. Je moet nog wel even een beetje boven blijven. Nee, dit is prima. Dit is een prima descent, als zeg ik het zelf. Ja, nu mogen we wat afremmen. Oh, nee joh, kijk nou uit. Doe nou zachtjes, jongen. Ik rem maar af. Maar ik vind het heel vervelend dat je dus dingen niet kan zien. Oh, niet zoveel. Jawel. Je kan het wel met 40%. Kan jij dat? Hier heb je die een helemaal aangezet. Ietsje omhoog nog. Je moet een beetje naar rechts. Oh, daar. Kijk nou uit, joh! Ik zie toch niks. Nee, dat zeg ik. Je ziet geen stront. Oh, ja. Toppie. Oh, stop. Ding uit. Rem erop, Boris van de Ven. Doe de rem erop, jongen. Ja, de rem. Ik zie niks. We staan in Oeroboer. Oh, wacht. Daar is de runway. Dat komt helemaal goed. We hebben wel die whisky op natuurlijk. Ja, hè, dus. Erop, hier, kijk. Nee, maar dat is fijn. Pas op, er staat een rolstoel. We leven nog, dus het is objective. Kijk, hier. Gewoon geland hier. Fantastisch. Zo. Houston, we have a problem. Okay. Zag je nou waarom? Dit is waarom ik waarschijnlijk van vliegen niet hou. Want op een gegeven moment, je ziet niks. Hoe kan je nou fucking... Kijk, kun je nu nog eventjes...
nu we geland zijn, zie je die twee knoppen naast elkaar? Welke daar kun je de motoren mee uitzetten. Deze? Ja. Klik. Oh, sorry, de dingetjes die ernaast zitten. Wat deze? Oh. Ja. Ja, kijk, dat soort dingen, dat mis ik dus een beetje voor... Kijk, dat ziet er toch vet uit. Nou jongens, zijn we eruit stappen. Dat soort dingen mis ik een beetje wanneer je begint met vliegen. Let's fly, weet je, ready? Ik wil al die dingen doen. Ik wil de motors, ik wil een soort van, weet je, inderdaad dat je zegt van dingen checken. Want dat is wat ik vroeger ook wel probeerde, hè, want dat was lastig in Flight Sim 98. Ja. Kijk, je ziet hem nu wel liggen. We staan andersom, Boris. Ja, dat klopt. Ja, maar dat is logisch. Nou ja, logisch. We kwamen van die kant in. Ineens staan we nu 180 graden. Maakt niet uit. We geven een mooi eindshot van Air's Rock. Hey, we hebben niet helemaal toestemming gevraagd te landen en dat soort dingen. Nee, maar dat goed, ja, maar omdat ik hoor ook niet over de audio. Dus dat, maar goed, dat kan allemaal, weet je. En, wil je nog iets anders doen? Of, Nee, laten we deze Let's Play afsluiten. Want we hebben later vandaag, als je dit op de dag kijkt, dit is Flight Simulator woensdag, hebben we nog een premium discussie. Waarin je dus al deze dingen nog even goed kan bespreken. Maar we hebben nu even laten zien wat de game is in een soort van... We hebben een rondje Airstrok bij zonsopgang gedaan. Nou, ik vond het vet. Fuck. Het is mooi. Het is een vet game. Ik word er rustig van. Ik wil verder spelen. Ik ook.